jullie aan de gang met rub-on transfers. Ik breng de rub-on transfers in de shellac in. Dus ik ga een basis maken van shellac. Starten met de base coat. Super dun aanbrengen. 10 seconden in de UV-lamp. En dan vervolgens de kleur eroverheen. Dit is de Fine Vermilion van de nieuwe Modern Folklore collectie. 2 minuten in de lamp. 2 laagjes aanbrengen. En dan gaan we met de rub-on transfers aan de gang. Deze kun je in iedere hobbywinkel kun je deze aanschaffen. Knip uit wat je wilt gebruiken. En bij deze heb ik hem ietsje te groot geknipt. Je kan hem best wel wat krapper knippen. En vervolgens breng je het stickertje, wat het eigenlijk is, breng je aan in de plaklaag. En je haalt met een orange woodstick of een super dun spateltje de restantjes weg. Je ziet ook dat er nu best wel veel werk aan is om nog de restantjes weg te halen. Dus als je hem wat kleiner knipt, heb je wat minder werk. En dat zal ik je nu laten zien. Hier knip ik hem sowieso al wat kleiner. Haal ook de restanten van het papier, omliggende papier weg. Achterzijde weg. Ik leg hem weer in de plaklaag. Duw hem goed in de plaklaag vast. Zorg er wel voor dat je geen plooien krijgt. Dus rustig aan. Niet te hard duwen ook, want dan maak je hem stuk. Het zijn hele dunne stickertjes. Vouw hem om de top heen. En dan vervolgens topcoat eroverheen. Om hem mooi te sealen. En wat je kan doen, is dan natuurlijk in de natte topcoat een verfraaiing, zoals steentjes extra aanbrengen. Daarom maak je je design helemaal af. Super simpel, heel gemakkelijk om te doen. Dan 2 minuten in de UV-lamp. Plaklaag verwijderen met isopropyl alcohol. En dan zorg je ervoor dat de behandeling afgesloten wordt met Solar Oil en Sensations Lotion. Heel veel plezier en je ziet, het kan heel simpel. Graag zie ik jullie designs via mijn Facebookpagina. Janneke Brouwer, zie je nu. Merry Christmas.